émotion très vive aux funérailles d'Alain Vigneron. Ce travailleur liégeois d'ArcelorMittal s'est donné la mort le week-end dernier. Deux mois auparavant, il avait remis une lettre à un ami et collègue. Il accusait ArcelorMittal d'avoir ruiné sa vie et sa famille. Stéphanie Lepage a assisté aux funérailles à Blegny. C'est porté par ses collègues d'ArcelorMittal que la dépouille d'Alain Vigneron a pénétré dans l'église de Blegny. À sa suite, sa famille, ses proches et plusieurs centaines de métallos venus lui rendre un dernier hommage. L'émotion était palpable dans l'église pleine à craquer de métallos. Parmi eux, même des travailleurs de Fort Genk qui ont également tenu à faire le déplacement. Ja, vandaag is Alain Vigneron begraven, de werknemer van ArcelorMittal die zaterdag zelfmoord pleegde. Is de baas van de fabriek verantwoordelijk voor zijn dood? We vragen het aan Gabi Kolenbunders van Fort en aan hoofdredacteur van De Tijd. En dat is Isabel Albers. Meneer Kolenbunders, dat is mevrouw Albers. Gaat u zitten? Ja. Ja, meneer Kolenbunders, ik ga bij u beginnen. We hebben u al vaak gevraagd om langs te komen. U zag het telkens niet zitten en toen u onder andere aan het piket stond bij Fort. Maar vandaag wilde u wel komen praten, hè? Ja, tuurlijk. Vandaag was bij mij de knop omgedraaid. De symbolische knop, gelijk ze zeggen. Ja. Men zag, ik hou al van 2003 bij, dat over de zelfdodingen op Fort en toelevering. Maar nu zag ik ook dat het effectief zo was bij een van onze strijdcollega's bij Arcelor. Mm-hmm. Waarom was dit heel gevoelig bij mij? Van dag één eigenlijk zijn onze acties begonnen op Fort samen met die mensen van ArcelorMittal, ja, en later Caterpillar. Ja. En we hebben onze strijd ook samen gedaan. We hebben samen de betogingen, de kop van de betogingen in Brussel getrokken. Vandaar die betrokkenheid. Vandaar die betrokkenheid dat u per se wilde zijn op die begrafenis vandaag. Hij was een van de strijdbroeders van hun. En dan is dat zeker ook een strijdbroeder van ons. Er was een delegatie van Fort aanwezig. Hè. Zeker. We zien u ook dadelijk zelf hier. Maar even situeren nog. Alain Vigneron werkte al heel zijn leven bij ArcelorMittal. Twee jaar geleden is daar beslist en aangekondigd dat de fabriek zou sluiten. Dat heeft hij niet kunnen verwerken. Hè? En hij heeft dan zelfmoord gepleegd, zaterdag. Maar heeft in een briefje aandacht gevraagd voor die zaak. Dat klopt. Uiteindelijk heeft hem die ook gekregen. Dat heeft ook wel iets veranderd in de situatie, want heel België staat in rep en roer. De vakbondswereld staat in rep en roer. Maar ik kan u een feit geven dat wij eigenlijk dat dit geen nieuw gegeven is. Dit is al iets wat dat jaren zo is. Het is een algemeen gegeven dat bij sluitingen en bedrijven, mm-hmm, dat er zijn studies over gedaan dat we de zelfdodingen enorm spectaculair omhoog gingen. Dus wat hij heeft gedaan, hij heeft zich eigen opgeofferd om dit aan de aandacht te brengen. Dit had niet gehoeven. Ja, het is echt een schreeuw om aandacht. Hè. Hij heeft zelfs borden laten maken die ook in de kerk tijdens de uitvaartplechtigheid te zien waren en waarin hij zich afvraagt. Hij beschuldigt echt het beleid, hè, de directeur van, kijk, we zien het hier, van ArcelorMittal, hoeveel families gaat u nog vernietigen? Hè? Dat punt heeft hij echt duidelijk willen maken. Ik denk dat er een duidelijk punt is naar de aandeelhouders en patroons van heel grote bedrijven. En ik kan dat wel heel goed begrijpen. Al wil ik daar niet mee zeggen dat ik dit goedkeur wat hij heeft gedaan, want hij laat de familie en kinderen achter. Ja. Maar het is een man die heel zijn leven de bloed onder zijn nagels heeft eigenlijk gegeven voor het bedrijf. Een man die op zijn 14e is beginnen te werken. Dus ik heb opgewerkt tot ploegbaas. Iemand die echt wel voor het bedrijf werkt en zich dan nu van vandaag op morgen gelijk het grote huisvuil op straat voelt gezet. Ja. Ik heb de indruk dat er heel veel niet bij stilstaan. Vroeger geen stoten bedrijf of delocaliseerde bedrijf als ze geen winsten maakten of failliet gingen. Maar tegenwoordig een bedrijf gelijk ArcelorMittal, dat is gewoon schandelijk hoeveel miljarden winst dat die maken. Mm. Als je bedrijf ziet gelijk Caterpillar, Fort Genk, heeft gewoon recordwinsten gemaakt. En nu moet je je voorstellen hoe dat voelt als arbeider, als je dag in dag uit daarvoor hebt. Ik ga dadelijk verder uw punt laten maken. Ik wil nog eerst even iets laten zien, want hij heeft aan een vriend gevraagd om in de kerk zijn afscheidsbrief voor te lezen. Dat is een heel emotioneel moment. Moet ik ook eerst nog even tonen. Chère famille, je vous dis mes derniers mots.
Je veux que vous respectiez ma femme et ma fille. Elles n'y sont pour rien. Je les ai fait souffrir énormément à cause de mon boulot pour M. Mittal. Il m'a tout pris, mon emploi, ma famille. Combien de familles va-t-il encore détruire? Moi, je n'en peux plus de ce milliardaire. Ma petite femme et ma fille, je veux que vous sachiez que je vous aime. Mais M. Mittal m'a tout repris. La fierté, la politesse et le courage de me battre pour ma famille. Ja, en dan heeft Francis Gomez, dat is de voorzitter van de Franstalige Metaalbond, gezegd dat Lakshmi Mittal, dat die verantwoordelijk is voor de dood van meneer Vigneron en ook nog van andere arbeiders. Hè. Vindt u dat ook? Vindt u dat de directeur een moordenaar is, om het woord dan toch... Ikzelf zou het woord moordenaar natuurlijk nooit in mijn mond nemen, maar ik denk dat je eens die vraag moet stellen aan de vrouw van die man die het gedaan heeft en zijn kindjes, wie dat de moordenaar is van hun papa en man. Ik denk dat die heel snel gaan antwoorden. Nu, ik begrijp dat een secretaris zo'n uitspraak doet. Het is een militant is een groot woord. Maar iemand die van voor aan de piketten heeft gestaan, die strijd heeft geleverd voor zijn job en dan nu dit nalaat. Dus u keurt het niet af, die uitspraak? Ik ga niet zeggen dat ik die uitspraak... Ik ga nooit het woord moordenaar in mijn mond nemen. Maar ik heb er begrip voor. U heeft er begrip dat voor. Dat dit, mevrouw Albers, kom ik bij u, want we moesten dit verhaal even uitleggen en situeren. Maar u heeft een Twitterbericht uitgestuurd, daarom heb ik u uitgenodigd. Even lezen dat de vakbondsman een herstructurerende CEO moordenaar noemt. Vinden we dat eigenlijk normaal? U stelt zich echt wel vragen hierbij. Hè? Ja, eerst en vooral, ik vind die beelden en dat overlijden ook verschrikkelijk. Ik denk dat... Een job is voor iemand meer dan het beleggen op een boterham. Dat is wat je bent. Dat is een soort tweede huid. En dat heeft hij heel mooi verwoord als hij vanaf zijn 15e daar werkte. Ik kan me heel goed voorstellen dat op zo'n moment heel veel wegvalt. En dat is veel meer dan alleen maar die wedden op het eind van de maand. Dus dat is iets verschrikkelijk. Dat collega's dat naast hen daar heel emotioneel op reageren op een zelfmoord, alle begrip. Ik zou in hun plaats denk ik net hetzelfde doen en even woedend zijn. Waar ik het heel moeilijk mee heb, dat is dat de top van de vakbond, de secretaris, de FGTB-secretaris van FGTB Metaal, dat hij gisteren voor de uitvaart, dat hij inderdaad meneer Mittal een moordenaar heeft genoemd en dat hij ook nog andere woorden gebruikt heeft. Hij sprak van sociale genocide. Is dat dan de rol van de vakbond? Gaan we er dan komen met het diaboliseren? En moeten we niet samen naar een oplossing zoeken? En dat vond ik er ver over. Want CEO's die herstructureren ook niet voor hun plezier. En als we dan in een discours komen van sociale genocide, moordenaar, dan zijn we heel destructief dus bezig. Dus juist omdat hij baas is van de vakbond, vindt u dat hij voorzichtiger moet zijn met zijn terminologie? Ja, absoluut. Want de vakbond heeft een andere rol te spelen. Er zullen altijd herstructureringen zijn. ArcelorMittal, hoe koud het ook klinkt als je deze beelden ziet, daar zit een logica achter. Je kan zeggen, dat bedrijf maakt miljardenwinst. Dat bedrijf heeft trouwens het laatste kwartaal verlies gemaakt. Maar dat bedrijf had een probleem in Luik en ze moeten daar iets doen. Als daar niet ingegrepen wordt, dan gaat het over 5 jaar misschien veel erger zijn. Dan gaat misschien alles dicht. Zou men niet beter alles inzetten op een hertewerkstellingsplan, op een nieuw plan voor die site van Luik, in plaats van elkaar moordenaar te gaan noemen? Dat zijn hele zware strafrechtelijke termen. Zelf. Meneer Kolenbunders? Ja, ik kan haar heel goed volgen en ik respecteer die mening ook. Maar ik neem aan dat dat een secretaris is die echt wel begaan is met zijn volk en met de mensen. Ja. Ik kan uit eigen ervaring spreken dat als je in een ondernemingsraad zit en je bent dagelijks met de mensen op de vloer bezig en je kent alles van die mensen. Je kent hun privéleven, je kent hun financiële problemen, je kent dus alles en nog wat.
En je zit op die ondernemingsraad en je bent vakbondsafgevaardigde. En ik neem een voorbeeld naar Ford. Dat ze nog niet het respect hebben als CEO om je dat zelf te komen vertellen. Mm-hmm. Omdat je in de kortste ondernemingsraad in de geschiedenis van Ford Genk op 3 minuten tijd de algemeen directeur je een briefje komt aflezen waar dat je totaal niet mag van afwijken van de Europese directie. Dan staat je daar machteloos. En dan zijt je woedend. Woedend zijt je op die personen. Dit is totaal geen vorm van respect. Maar waar je op 3 minuten tijd 10.000 gezinnen zonder werk zet. Je moet u niet de vraag stellen hoe je je voelt als delegé. Dit zijn niet gewoon collega's, dit zijn vrienden, mensen waar dat jij je verantwoordelijk voor voelt. En ik kan erin komen dat een emotionele secretaris daar de vraag bij stelt. Ja. Maar daar heeft u absoluut een punt, hè, dat de manier waarop zo'n processen worden aangepakt, dat sommige bedrijven daar nog heel veel te leren hebben. En inderdaad, het voorbeeld van nu 1 jaar geleden, of volgende week 1 jaar geleden, mm-hmm. van Ford Genk, waar dat dan ook niet meneer O'Dell, maar dat iemand anders in de plaats gewoon 2 zinnetjes mocht voorlezen. Ja, dat komt dan extra hard aan. Maar dat neemt niet weg dat je dan mag vervallen in een discours van diaboliseren. Mm-hmm. En het is net de top van de vakbond die een beetje zou moeten rationaliseren. Juist op dat moment, ja, maar inderdaad, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om juist op dat moment je woorden in een weegschaal te leggen. Mm-hmm. Maar als afgevaardigde en als baas van de vakbond zou dat moeten lukken, neem ik aan. Hè? Wat vindt u, meneer Van Akker? Dat deze twee mensen alle twee heel verstandige dingen hebben gezegd. Dat als je slecht communiceert, onrespectvol communiceert, dat je daarmee frustratie kweekt, die op zich weer besmettelijk is en terug weer overdreven communicatie veroorzaakt. Woorden die eigenlijk nodeloos gebruikt worden. Ik vind ten aanzien van de opmerking die u daarnet maakte, u moet het eens aan de vrouw van de overledene vragen. Er is één ding. Iemand die leiding geeft, of het nu in de vakbond is, of het nu in de politiek is, of elders, die moet zeker luisteren naar de stem van die directe slachtoffers, maar je mag ze nooit de verantwoordelijkheid geven om te zeggen van, zegt u het eens een keer. Want de samenleving en de beschaving bestaat er juist in om en het voldoende respect op te brengen voor het leed van die persoon, maar te weten dat als je in een leidinggevende positie bent, dat je niet zomaar mag zeggen, ik ben hun leider, dus ik moet ze volgen. Je moet zelf ook dingen kunnen zeggen die opnieuw bruggen bouwen en die de communicatie herstellen. En laatste ding, als het gaat over die sluitingen, moeten we misschien nog eens onderzoeken of het juridiseren van een aantal dingen, wat wij gedaan hebben, niet bijna automatisch leidt tot het soort afgemeten voorlezen van een mededelingje, omdat natuurlijk die strategen van die bedrijven, die zitten ook te denken van, als we nu gaan praten en we zijn een beetje te, weet ik wat, uit menselijke overwegingen te duidelijk over het een of over het ander. Het zal allemaal tegen ons gebruikt worden. Op die manier. En dan krijg je een pak advocaten die ongetwijfeld binnenstormen in zo'n directie om te zeggen van dit en dit mag je zeggen en al de rest gooi je weg. Dus het juridiseren van de samenleving maakt eigenlijk ook wel wat brokken wat dat betreft. Meneer Kolenbunders? Ja, ik heb dan is dat langs twee kanten eigenlijk. Want uiteindelijk moet je dan de vraag stellen, wat is een cao hier nog waard in België? Ford, een bedrijf gelijk Ford, die in 2003 een overeenkomst met ons had, en dat weet jij ook perfect, waar dat een cao was opgemaakt, waar dat wij 4 modellen beloofd kregen, waar dat we 3 shiften hadden, die men toen openbrak. En wij dachten, dat is een eenmalig geval. Maar nu, zoveel jaar later, en wij in 2010 12% ingeleverd hadden om het bedrijf open te houden, dat men daar weer in slaagt om die cao open te breken, dan kan ik erin komen dat veel secretarissen zeggen, waar is die elementaire beleefdheid hier? Als jij gewoon nog niet... En dan kijk ik misschien met een argus ogen naar de politiek, want hoe gemakkelijk is het hier in België om een bedrijf te sluiten? Je mag miljarden winst maken in veel buurlanden. Moet je via de rechtbank gaan, wil je een bedrijf sluiten? Hier in België is het genoeg. Als je krijgt zo'n boekje, ik ga het nu ludiek voorstellen. Je komt hier, je wilt je vestigen in België, krijg je zo'n boekje van Voca. Ja. En daar staan enkele richtlijnen in. En je mag miljarden winst maken, maar als je wilt verdwijnen, dan als je hier aan houdt, dan krijg je geen problemen met de overheid en geen problemen met de vakbond. Dat kan nu ludiek lijken, maar zo is het puur. We hebben hier gewoon de wet genomen. Ik wil nog heel even terug naar vandaag, hè, en ook naar die zelfmoorden. U beweert dat er bij Ford sinds de eerste herstructureringen, een tiental jaar geleden, 40 werknemers, ex-werknemers, zelfmoord hebben gepleegd. Cijfers die door Ford worden betwist. Tuurlijk. Ja. Dit is een cijfer in 2003. Ik heb in die tijd was ik ABV-afgevaardigde en gaf ik ook vorming.
En waren er collega's van Renault. En na de sluiting van Renault hadden zij mij duidelijk gemaakt dat er een enorme toename was van het aantal depressies en zelfdodingen. Mm. En op die basis was dat mijn stokpaardje geworden. Dus van het comité veiligheid, waar dat ik in zat in die periode, maakte ik er duidelijk van naar de directie van kijk, we moeten iets gaan doen naar stress. Want stress is de nieuwe ziekte, gelijk we mogen zeggen. En we hebben een verantwoordelijkheid. Ik wil dit dus niet meemaken. Maar in 2003, om een geval te geven, ik was op ziekenverlof. En op een zeker moment kom ik iemand tegen op een parking en die zegt tegen mij, Gabi, wanneer zit je terug? Ik zei, binnen een paar weken. Vorig jaar moet eens praten. Dus maandags kreeg ik een telefoon dat die man zichzelf het leven had genomen. Op die basis ben ik beginnen te tellen en heb ik ook aan mijn collega's gevraagd. Mijn constant puntje, je kunt moeilijk in een bedrijf van 8000 werknemers iedereen kennen. En laat staan de mensen die al vertrokken waren. Dus ik heb hen ook gevraagd mij constant op de hoogte te houden als er zo verwikkelingen waren. Nu, als goede delegé moet je heel veel volk kennen. Mm. En dat heb ik dan ook gedaan. En ik ben ze gewoon allemaal beginnen te noteren en optellen. Maar ik moet eerlijk zijn, het zijn Ford-werknemers, het zijn mensen van toelevering, mensen die in 2003... mensen die in 2003 afgedankt zijn geweest of op brugpensioen zijn geweest. Want veel mensen vinden ook, ik ga de discussie niet opmaken, 52 brugpensioen, te jong, te oud, dat is hier zeker niet... Maar zo komt hij wel degelijk aan 40 namen. En dat is... Minstens, want cru gezegd, nu ga ik heel kort even situeren. Ik citeer nu in Ford-normen, want Ford heeft enorm veel gedaan naar veiligheid toe, naar het reduceren van arbeidsongevallen. Hmm. En bijna ongeval is ook een ongeval. Wat ik daarmee wil zeggen, de gevallen van mensen die een poging tot zelfdoding hebben gedaan, zitten daar niet in. Dus het getal kan veel, veel hoger liggen. Het is gewoon een kwestie van geluk hebben of niet geluk hebben. Is Ford hier rechtstreeks een fout van? Dat ga is moeilijk aan te tonen, het is altijd natuurlijk een combinatie van werk en privé. Maar dan kom ik terug naar de situatie. Als ik geen werk heb, krijg ik relatieproblemen. Heb ik relatieproblemen, gaat mijn vrouw er vandoor. Mijn vrouw er vandoor kan de druppel zijn. Maar dan is het niet aan ons om te zoeken wie is de schuldige hier. Ja. Maar alles nog afrondend? Ja, ik kan uw redenering volgen, maar dat wil niet zeggen dat, hoe hard het ook klinkt, dat herstructureringen niet soms nodig zijn. Want als ze niet gebeuren, dan kom je vaak in een veel ergere economische situatie als je met bepaalde dingen wacht. En ik heb heus ook heel veel personeelsverantwoordelijken, CEO's gezien, die heel goed weten van, ja, we richten daarmee veel leed aan, maar als ik dat niet doe, dan kom ik misschien in een veel erger scenario terecht. En dan is de schade nog veel groter. Ja, goed. Ik ga afrondend toch nog het nummer meegeven voor, van de zelfmoordlijn. Voor wie vragen heeft over zelfdoding. Dat mag ik heel even iets rechtzetten? Ja. Ford heeft wel een psycholoog ter beschikking gesteld. Naar vraag van de vakbonden. Maar die is alleen dinsdags daar. Maar Geneeskunde van het Volk heeft ook een psycholoog fulltime in dienst. Gewoon voor Ford en toelevering. Dus daar kunnen de mensen zowel van Ford als toelevering naartoe gaan. Belangrijk om mee te geven. Ik geef dit nummer toch nog ook even. 02-649-95-55. Bedankt Gabi Kolenbunders en bedankt Isabel Albers.